Oh, er stond alweer een wasbeer in de fik. Ja, maar ik heb zelf nu ook in de fik gestaan, hoor. Oh. Zijn jullie wel door het vuur, jongens? Voor die vrouw ga ik door het vuur. Oh, sorry. Kijk nou. Het is gewoon over, denk ik. Het is echt... Wat kunnen we nog doen? Niet veel. Kunnen we geen leider worden? Leider worden? We kunnen wel vragen, hey jongens, mogen jullie leider worden? En weg is die, de net man. Nooit, je krijgt mijn nek nooit. Die stopt ook niet meer, kijk we gaan in de verte. Maar ze gaan allemaal weg. Ze komen alleen 's avonds. Oh. Oh, hij gaat neer. Zag je dat? Laten we vandaag even een boswandeling doen of zo. Of een strandwandeling. Gewoon sprinten. Sessie houden hoor. Wow, er staat gewoon een huis. Dus echt 10 meter van ons huis af is hun kamp. Gaan we ook gewoon gluren en op een afsprinten dan weer terug. Zouden ze gewoon slapen nu? Is het een val? Pakt wel iets op. Dat? Die jongens die volgen ons wel in ieder geval. Oh. Ik hoor een muziekje. Ik hoor coole muziekjes en zo. Een martelkamer. Wat? Oh, touwtjes! Pak het op alsjeblieft. Of is het wel een... Was het bamboestokje? Waar zijn touwtjes? Hier, touw. Oh, cool. Dan kunnen we wel die nieuws maken. Wow. Wow, wat is dit? Neem het gewoon mee. Dat is een computerchip. Hey, hier zijn allemaal verbrande mensen of zo op de grond. Passengers found. Wow, dit is gewoon een deel van een vliegtuig. Kijk hier, die dode mensen. Oh. Er zijn ook 3 van 30 passengers found. Moeten we die allemaal vinden? Is het het doel van het spel? Ik weet het niet. Ons Joch is wel, Jochem of zo, is wel ontvoerd ook, hè? Ja, inderdaad. Was ik al lang vergeten. Had ik me al lang overheen gezet. Neem even een snicker. Even een snickers, hoor. Zit hij alweer naar die besjes te loeren, hoor. Je hebt net een snicker achter de kiezen. Een snickers. Dat is een snickers. Snicker op, man. Snicker op. Zullen we nog wat op gaan meemaken? Wow! Blijkbaar wel. Een kapotte muis. Hey. Ga hem grijpen gewoon in één keer. Ja, want hier is het bootje en daar zit een wapen onder. Kut aan. Dat is een zwakkeling. Dus echt een zwakkeling. Werden we eerst bang hiervan? Hier, ik neem je lichaam ook mee. Netjes gesneden, dat wel. Ja. Het schijnt dat er onder het bootje onder water een wapen ligt. Maar volgens de comments. Er loopt ook weer iemand. Maar kunnen we onder water zwemmen eigenlijk? Ik weet niet hoe ik onder water moet. Ik denk je muis naar beneden richten. Volgens mij niet. Dan krijgen we dit. Misschien worden we weer in de maling genomen. Kijk uit haaien. Waar? Daar, voor je in het water. Gaat hij naar het strand kijken. Echt een kudde ook, hè. Dat is echt een flinke kudde. Ja, die moeten helemaal omlopen. Ja, via het strand, via de muur. Oh. Oh. 15 miljoen mensen. Ja, die koffertjes zien er wel goed uit. Oh, zaklampie. Zaklampie. We hebben een zaklampie. Je bent onder water nu. Of niet? Ik ben onder water, maar zie je ook een wapen? Nog niet. Duik. Ja, ik... Onder water. Ik kan er niet onder water, hè? Dat zeg ik net 3 keer. Ik heb ook spulletjes. Flares. Donald Ducky. Misschien staat er nog een leuk moppie in. Ja. Ik heb gehoord dat hij ze allemaal persoonlijk schrijft ook, hè. Die moppies en zo. Hij accepteert geloof ik ook niet van niemand anders een mop. Ook al zijn ze vele malen beter. Dat heb ik ook gehoord, ja. Zie je, er is niks te zien. Wow, zie je dit? Is dat een boompie? Ja. Ik ben meer... Ik voel me meer aangetrokken tot het boompje eigenlijk, dan de leugens van de kijkers. Ga je het met een sprong doen? Ja.
Mooi sprong, man. Rope added. Heb je nou een rope door de boom? Oh! Wat? Ik dacht dat je zonk. Maar ik pak toch echt niks op. Oké, de kijkers zijn leugenaars. Je kunt niet onder water. Er ligt geen wapen. We gaan even naar dat boompje toe. Wow! Hoe komen we daaraan? Die is zeer modern. Nou, op naar je boompje. Kijk, hij ziet er goed uit, dat boompje, of niet? Het ziet er goed uit. Ik zou opschieten, want het is ook al bijna nacht. We hebben een zaklampje. Wat is dit? Slime. Wat heb je nou gedaan? Ja, ik heb slime op mijn lichaam gesmeerd. Oké. Van ver af zag je... Ben je nu blij? ...beter uit. Ik denk niet dat het kan. Oké. We kunnen ook een kamp gaan zoeken. Of een grot. We gaan een grot en we gaan een overnemen, ja. Hier liepen we eerst. Of niet? Hier, door je eitje. Inderdaad, ja. Onze eerste poging. Ik schrok echt van helemaal niks. Gewoon weer echt een serieus schrikgevoel. Dat betekent dat hier de grot is. Ja. Eerst even wat dingen meenemen, hoor. Neem gerust wat dingen mee. Een speer hebben we ook nu. Moet ook even wat voedsel zien te vinden. In het grotje. Gaan we met het zaklampje naar binnen? Ja, mooi op tijd, want het wordt nacht. Ja, oh, hoor. Hopelijk zien ze ons niet aankomen. Oh. Wat gebeurt er nou? Mogen de grot niet meer in. Zijn niet langer welkom. Oh. Oké. Ik zei deze ook niet, Donald Duck. Zoveel goede tijden beleefd in deze grot. We gaan ook gewoon vechten, toch? Ik denk het wel. Dit wordt onze... Grot? Ja, het is even te spannend om te praten. Zijn ze slap? Ik weet niet, ik kan niet tegenaan lopen. Oh. Wow, een geflipte man. Ja, geflipte. We gaan hem grijpen. Grijp die geflipte. Even kijken of er meer zijn. Maak ik klaar voor een spartelsessie. Oh man. Is dit die eindbaas? Of niet? Nee toch? Zijn beentjes zijn niet zo glad genoeg. Ik ga hem rammen, Peter. Ik ga hem rammen. Ram hem. Oh! Oh! Wat een klap! Die moderne bijl. Wat doet een meeuw hier nou weer? Scheer je weg! Scheer je weg! We hebben het overgenomen. Het is ons gelukt. Computers en zo. Ze hebben al die spullen meegenomen. Kijk, delen van het vliegtuig en zo. Oh mijn god. Wow, nog meer zaklampen gewoon op het plafond. Ik heb er nog meer mannen zijn. Moet dit is nog eens intens. Kun je het inrammen? Ik weet het niet, probeer het. Oh. Oh mijn god. Zometeen komen die salamanderjongens en zo weer, met die beentjes. Die kunnen, oh ja. Met de ultramoderne bijl kunnen we het zijn wel aan, denk ik. En je bent getraind inmiddels. Dit is een beter huis dan die we hadden, hoor. Zeker weten, die laten we achter ons. Gitaarsolo's. Oh, er staat nog een eindbaas. Deze spulletjes. Misschien zijn we al geaccepteerd, want ze doen niks. Nog één. Dit is een nek, jongen! Oh, dit is een sterke! Die is neer. Oh, nee! Hij valt me niet eens aan. Oh, hij valt me wel aan. Hij is onsterfelijk. Intens gevecht, niemand ziet wat er gebeurt. Ik kan niet. Maak hem af! Ik heb hem toch, wat? Die man met vagina is veel te sterk om niks. Had hij geen penis? Hij had totaal geen penis en hij had ons afgemaakt. Oh, maar we krijgen een tweede kans of zo. Ja. Bij de salamanders, denk ik. Oh ja, want normaal als je dood gaat, kom je terug in de grot. We waren al in de grot. Kijk maar, hier ligt het eerste slachtoffer. Ja, misschien moeten we eerst het voedsel vinden in wat de koffer... Oh! Wow! Oh man, dan gaat hij rammen. Het is over, Timon. Ren! Ja, ik moet rennen. Ren! Ik kan niet harder. Oh, ik ben zo traag. Man. Ik ben zo traag. Wat is dit? Het knippert. Ik wil het meenemen. Nee, het is een computer. Dus we worden niet gevolgd meer. Er lagen nog wat koffertjes. Moet nog wel wat eten in zitten. Kijk,
ik ben helemaal aan het afsterven. We hebben geen voedsel. Een colaatje of zo. Krijg je daar geen energie van? Er staat hij. Ga het nou niet het lot tarten, want dan... Ja, wat wil je dat ik doe? Moet ik er omheen of moet ik even een tik uitdelen? We moeten voedsel vinden. Eerst even naar die billetjes gluren, hoor. Gewoon voor de gluurders onder ons. Oh, is het voor de gluurders? Ja. Ik heb zelf niet zo heel veel behoefte aan, maar... Oh. Hak die man naar beneden. Ja, een val! Ja, ik kan niet meer naar voren, denk ik. Anders val ik. Kijken of het kan. Ai, ai. Ai, ik ben weg. Oh, maar hoe snel is die man? Oh, al die koffertjes. Er zat waarschijnlijk voedsel in. Ja, echt. Die moet het hebben eigenlijk. Ik moet vechten door de dood. Oh, maar er is er nog één. Wat nee, rollen gewoon dingen hier. Het is gewoon een koffertje. Kijk uit achter je. Nog even snel. Die man is wild. Ja, het probleem is dat we... Oh, daar staat er één. Ren, oh, ren, nee, ren. Meer. Langs, rennen gewoon langs. Oké, we zijn dwaas. We zijn nu niet naar de uitgang aan het rennen. We zijn alleen maar dieper aan het gaan. We gaan dieper. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt er nou weer? Niemand is hier ooit gekomen. We gaan dieper. Misschien was dit geen goed idee. Zullen we terug? Ik weet het niet. Wat gebeurt er nou? Hebben we onszelf genaaid? Oké, we gaan terug. Oh, toen ga ik nu terug? We zijn het level weer uit. Wat? Zijn er hard you? Gezondheid. Leuk man. Het is ons weer gelukt. We hebben onszelf uitgeschakeld. Ik vond dat best wel een intense dag. Het is een mooi spelletje. Misschien moeten we hem, als we verder zijn, nogmaals testen. Ja, want het is wel genieten op zich. Als dit online kan. No. Ja, of co-op zou ook mooi zijn. No. Als je... Dan gaan we genieten. Dan gaan die ogen gewoon dicht. Nou, bedankt voor het kijken allemaal en... Oh, zijn ze nou aan het tongen? Of zie ik dat dan verkeerd? Die tongetjes dicht op elkaar hoor. Die zijn verstrengeld, volgens mij zijn ze aan het tongen.